tot vrede en verzoening. Bijvoorbeeld in de verse 2.84, jullie zult elkaars bloed niet vergieten. En Jansen zegt daarover, dat klopt niet, dit vers geldt alleen voor moslims onderling. En wat betreft Soera 10 vers 25 zegt Jansen, dat daar staat dan, God roept op tot de woning van de vrede. De woning of het huis van de vrede is de islam in tegenstelling tot het huis van de oorlog. Dit vers betekent dus al dus Jansen dat je moslim moet worden, dat je binnen de moslimgemeenschap moet komen wonen. Dan Soera 2 vers 2-2-4. En dan volgt een citaat, maakt God niet tot een beletsel om puntje puntje vrede te stichten tussen de mensen, einde citaat. En antwoordt Jansen hierop, ik lees dit vers nu integraal in de Koran die ik bij me heb. Daar gaat het over een in haast afgelegde eed. Dit hoeft je er niet van te weerhouden om toch het goede te doen. Meestal gaat het dan om het te snel verstoten van je vrouw. Ik zie het woord vrede stichten niet staan. Ik zou dit woord eerder vertalen als weer goed maken of repareren. Dan wordt voorgehouden aan Jansen Soera 3 vers 103. Citaat. Denkt aan Gods genade aan jullie toen jullie vijanden waren en hij jullie harten tot elkaar bracht en jullie door zijn genade broeders werden. Einde citaat. En Jansen zegt. Volgens de commentaren wordt dit gezegd tegen de verschillende groepen in Medina. Het richt zich tot moslims. Broeders werden betekent niet meer dan de bekering tot de islam. Denk aan Gods genade betekent meestal lees de Koran. Het is een intern moslimvers, aldus Jansen. En hij vervolgt, als westers filoloog kun je denken, ik gebruik deze verse ter illustratie van de vredelievendheid van de islam. En misschien dat Leemhuis dit ook oprecht meent. Het gaat er echter om dat deze teksten zijn gericht tot moslims en het gaat er om wat moslims ervan vinden. Aldus Jansen. Ik ken geen verse, zegt hij, waarin wordt opgeroepen tot vrede met niet-moslims. Coexistentie staat niet in het islamitisch woordenboek. In de praktijk gebeurt het wel, maar alleen als de legers van de niet-moslims, bijvoorbeeld die van het Westen, sterker zijn. Aldus het verhoor van Jansen, ook door hem ondertekend. Nou, dan komt er nog een opmerking van de rechtercommissaris dat in overleg met u de factsheet niet als processtuk is aangehecht. Ja. Dan ga ik naar de notitie van professor Dr. Jansen over het Koran vers 2256, wat genoemd werd in het verhoor. En hij heeft op 10 mei 2010 iets wat kennelijk een e-mail is, denk ik, geschreven aan de rechtercommissaris te Amsterdam. 1. Notitie over het Koran, vers 2256, en dan is geciteerd, er is geen dwang in de godsdienst. Dit vers is geabrogeerd, dat wil zeggen door latere openbaringen opgeheven. Toelichting. Soera 2, waar dit Koranvers in voorkomt, is volgens vriend en vijand de eerste soera die in Medina geopenbaard is. Ik acht het niet mogelijk dat de klagende partijen of de officier van justitie een islamitische wetgeleerde of een academische Arabist kunnen vinden die dit tegenspreekt. Ik beschouw het dan ook als overbodig aan deze daterings- en chronologie kwestie hier verder werk, tijd en aandacht te besteden. De datering van Soera 2 is breed onweersproken. Zie bijvoorbeeld W. Montgomery Watt, inleiding tot de Koran. Pagina 220, bovenaan. Alle chronologische indelingen, en dan een citaat uit dat boek. Alle chronologische indelingen beschouwen Soera 2 als de eerste van de Medinensische soera's. En Jansen vervolgt dan in zijn notitie, ook de Koranvertaling van Fred Leemhuis stelt dat Soera 9 uit Medina dateert en na Soera 5 geopenbaard is. Van Soera 5 zegt Leemhuis dan weer dat deze na 48 is neergedaald enzovoorts. Ook volgens Leemhuis is Soera 2 dus ouder dan Soera 9.
Jansen vervolgt, Mohammed, de profeet van de islam, heeft zich in 622 in Medina gevestigd, waar hij in 632 is overleden. Sura 9 dateert volgens vriend en vijand uit een late fase van die periode in Medina, volgens de meeste geleerden in ieder geval van na de verovering van Mekka door de moslims in 630. Er zijn zelfs geleerden die menen dat Sura 9 de laatste sura is die in Medina is geopenbaard. Eventuele tegenstellingen tussen Sura 9 en Sura 2 worden dan ook beslist in die zin dat de voorschriften vervat in Sura 9 de heersende voorschriften van de islam en de sharia dienen te worden. Hoe kunnen wij, vervolgt Jansen, zo zeker weten dat dit zo is? In The Reliance of the Traveller, het al vaak genoemde Engels-Arabische sharia-handboek van de hand van N.H.M. Keller, lezen we op bladzijde 629. When two primary texts seem to contend, the judge gives precedence to those who supersede previous rulings. Het woord previous is hier cruciaal voor het begrip. Dit boek Reliance noem ik hier alleen vanwege het feit dat het in deze zaak reeds min of meer bekend is, maar er bestaan geen handboeken over de islam en de sharia die voor moslims door moslims gemaakt zijn die over deze kwestie iets anders beweren. Het principe van de abrogatie wordt in de Koran zelf uiteengezet. Het is geen bedenksel van buitenstaanders. Koran 2 vers 106 in de vertaling van Leemhuis. Dan komt citaat. Welk teken wij ook afschaffen of doen vergeten, wij komen met iets beters of overeenkomstig. Einde citaat. En dan begrijp ik commentaar van Jansen. Afschaffen is het Nederlandse woord waarmee zowel Leemhuis als Kramers abrogeren weergeeft. Koran, Sura 22, vers 52, God schaft af. Sura 9 dateert uit de periode in Medina, dat wil zeggen uit de periode 622, 632 na Christus. Het is niet de eerste Sura uit die periode, want als zodanig wordt Sura 2 beschouwd. Sura 9 komt in de tijd dus na Sura 2 en Sura 9 abrogeert derhalve de regelingen die voorkomen in Sura 2 wanneer deze in strijd zijn met regelingen vervat in Sura 9. Sura 9 vers 29 bevat in de vertaling van Leemhuis de zinsnede, en dan komt het citaat, strijd tegen hen die niet in God geloven en die niet verbieden wat God en zijn gezant verbieden. Einde citaat. Dit verbieden, aldus Jansen, is niet in overeenstemming te brengen met er is geen dwang in de godsdienst van het Sura 2 vers 256. Verbieden impliceert immers dwang. De gebiedende wijs waarmee vers 9:29 begint, Q-A-A-T-I-L-U-U, is beter te vertalen als beoorloogd. De wortel Q-T-L, waar dit woord op teruggaat, betekent doden. De specifieke grammaticale vorm die hier wordt gebruikt gaat volgens grammatici wel terug op een betekenis als elkaar te doden of elkaar trachten te doden. Ook hier zal de klagende partij of de officier geen islamitische wet- en schriftgeleerde of een academische Arabist kunnen vinden die dit tegenspreekt, aldus Jansen. En hij vervolgt. Dat deze strijd of oorlog op een gegeven moment ophoudt, is in de praktijk juist. In theorie stellen de islamitische wet- en schriftgeleerden evenwel dat de plicht tot het voeren van deze strijd blijft bestaan tot aan de laatste dag. In The Reliance stelt de auteur op pagina 602 de laatste regels van de bladzij dat de verplichting tot het voeren van jihad in de Engelse tekst The Time and Place for It blijft bestaan tot aan de wederkomst van Jezus, in de Engelse tekst The Final Descent of Jesus, upon whom be peace. Ook hier zal de klagende partij of de officier geen islamitische wet- en schriftgeleerde of academische Arabist kunnen vinden die dit tegenspreekt, zegt Jansen. De wet- en schriftgeleerden van de islam maken van ouds dan ook een scherp onderscheid tussen het huis van de vrede en het huis van de oorlog. Deze onderscheiding is de grondslag van het islamitisch internationaal recht. Over deze tweedeling bestaat een uitgebreide literatuur. Ik kan me slecht voorstellen dat een academisch Arabist of een islamitisch wet- en schriftgeleerde een rechtbank hierover in het openbaar begeert te misleiden. Dan kom ik aan de laatste paragraaf.
En die luidt, de titel daarvan is over de kwestie dat correctie van on-islamitisch gedrag eerst verbaal en vervolgens met geweld dient te geschieden. Dubbele punt. En dan komt uit de kanonieke traditieverzameling van Moslim uit de 9e eeuw een heel uitvoerig Engels citaat. Wilt u dat citaat ook voorgehouden hebben? Engelse citaat niet wat mij betreft. Ja. Dan ga ik zeggen wat professor Jansen hierover heeft gezegd. De mededeling over hand, tong en hart, ook in de kanonieke verzameling van Abu Dawood, Kitab as Salat. Wie, en dan komt de citaat, wie een verboden zaak ziet die hij kan veranderen met zijn hand, laat hem die veranderen met zijn hand. En als hij dat niet kan, dan met zijn tong. En als hij dat niet kan, dan met zijn hart. En dat is de zwakste vorm van geloof. Einde citaat. Ik ben zo nodig bereid, al dus professor Jansen, om indien de officier of de klagende partij dit bestrijdt, op deze kwestie terug te komen. En dan heeft hij nog een slotopmerking. En de slotopmerking is, ten slotte bericht ik u mijn bevreemding over het feit dat een Nederlandse rechtbank zich zozeer in de details van godsdienstige en exegetische kwesties verdiept. Dit is in strijd met alles wat ik op de lagere school, de middelbare school en aan de universiteit geleerd heb over de scheiding der machten en de scheiding tussen politiek en godsdienst, tussen kerk en staat enzovoort. Aldus professor Jansen met alle verschuldigde hoogachting op te Amsterdam op 10 mei 2010. Dat professor Jansen. Dank u wel. Voorzitter, om dank voor wat tot nu toe gebeurd is. Er is een brief en ik verzoek u die, als dat kan, op enig moment ook voor te dragen. Omdat de vertegenwoordigers van klagers een bepaalde relatie veronderstelden tussen meneer Jansen en mijn cliënt Wilders. Daar is een briefwisseling over geweest. En op 10 mei 2010 heeft de rechtercommissaris meester Martens een brief aan meester Pesman geschreven over die vermeende relatie. En die brief is niet lang, maar zou ik wel graag aan de openbaarheid prijsgeven. Ja. Is dat een brief die tot de processtukken behoort op dit moment? Ja, hij zit in mijn dossier en dan denk ik ook in het uwe. Okay. We gaan het nakijken. Ja. Ja. Even een huishoudelijke mededeling eerst. Misschien omdat ik op dit moment minder aan het doen ben, maar ik begin het wat kouder te krijgen. Ligt dat aan mij of het wordt hier wat koeler? Goed. Boven wordt ook gezegd dat dat zo is, dus we zullen proberen om te vragen straks om daar iets aan te doen. Mijn voorstel is om te pauzeren nu voor de lunch. Ik kijk even naar de leden van het Openbaar Ministerie of dat goed is. Verdediging. Goed, ja. Dan zullen wij onderbreken tot 1 uur. Ik wil u verzoeken om allemaal weer tijdig, dus in ieder geval voor 1 uur terug zijn in de zaal. En dan gaan we verder met het voorlezen van de stukken. En dan zullen we ook even inmiddels gekeken hebben naar uw verzoek. Ja? Ik heb het genoteerd, ja.